Wist je dat je ooit een prachtig klein babytje was? Dat je bijna 9 maanden lang omringd werd door heerlijk warm water. Hierin groeide je en werd je jezelf. Je huid is heel gevoelig. Je voelt het als iemand je aanraakt of knuffelt. Alles wat je voelt, hoort bij jouw lichaam. En jouw lichaam is van jou. Jouw lichaam is van jou. Alle kinderen hebben het recht om zelf te beslissen over hun eigen lichaam. Maar niet over het lichaam van iemand anders. Iedereen mag om een knuffel vragen en iedereen mag daar nee tegen zeggen. Sommige kinderen willen niet geknuffeld worden. Sommigen willen dat maar af en toe. En andere kinderen willen juist alleen maar knuffelen. Rondom de openingen van ons lichaam is onze huid nog gevoeliger. En kan het fijn en kriebelig voelen. Rondom onze ogen, oren, neus, mond, billen en geslachtsdeel. Veel kinderen zijn nieuwsgierig naar het kriebelige gevoel bij hun geslachtsdeel en vinden dit spannend. Als je op een wipwap zit, in een touw klimt of je geslachtsdeel aanraakt met je hand, krijg je soms een lekker kriebelig gevoel. Het is belangrijk dat je niets in deze openingen stopt, want dat kan pijn doen. Maar voorzichtig aanraken is oké. Sommige kinderen vinden het leuk om hun lichaam te ontdekken. Anderen willen dat liever niet. We zijn allemaal anders en dat is prima. Grote mensen mogen nooit zomaar de geslachtsdelen van kinderen aanraken. Maar er zijn er een paar die dat wel doen. Er zijn grote mensen die het fijn vinden om de geslachtsdelen van kinderen aan te raken of dat kinderen hun geslachtsdelen aanraken. Dat mag niet. Dus doen ze het stiekem. Dat kan overdag gebeuren of 's avonds. Er zijn ook grote mensen die het leuk vinden om iets in de geslachtsdelen van kinderen te stoppen. Of in hun mond of in hun billen. Dit mogen grote mensen ook niet doen. Soms moeten grote mensen wel iets in het lichaam van een kind stoppen. Zoals bij het tandenpoetsen of wanneer zij medicijnen geven als een kind ziek is. Tandartsen of dokters moeten soms ook dingen in onze monden stoppen. Maar verder mag echt niemand iets in het lichaam van kinderen stoppen. Geen vingers, geen geslachtsdeel, helemaal niets. Jouw lichaam is belangrijk en waardevol. En het is van jou. Dus als grote mensen je geslachtsdeel aanraken, zelfs als ze zeggen dat het een geheimpje is, hou het dan niet geheim. Vertel het aan iemand die je vertrouwt. Soms luisteren grote mensen niet naar kinderen. Als dat gebeurt, dan is het belangrijk dat je het nog een keer vertelt. Aan iemand anders. Totdat iemand naar je luistert en je helpt. Heb je vragen of wil je met iemand praten, dan kan dat gratis en anoniem met de kindertelefoon. Bel 0800 0432 of chat op kindertelefoon.nl.